Geweldig blij dat u er vanmiddag allemaal bent. Voor sommigen van u dus de eerste keer, maar ook voor velen van u ook vorig jaar al hier bij het Waardevolle Werk Event. De Stichting Parkmanagement Waardepolder organiseert dit event omdat gemeente en bedrijfsleven 3 jaar geleden een convenant met elkaar sloten en daarin afspraken hebben gemaakt over gezamenlijke verantwoordelijkheden op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs en arbeidsmobiliteit. Het succes van Waardepolder Werkt is dat hier vandaag ook weer meer dan 300 deelnemers zijn. Die aandachtig luisteren naar wat we de afgelopen tijd gedaan hebben om de Waardepolder als beste gestructureerde bedrijfsterrein van Nederland op de kaart te zetten, maar ook om te netwerken. Wat werkgevers kunnen doen om klaar te zijn voor veranderingen op de arbeidsmarkt, is nadenken over hun werknemers als hun belangrijkste kapitaal. De werknemers die maken of breken een bedrijf. En hoe je dat doet, of je goed investeert in hun scholing, of je ze bij de tijd houdt, of je ze hun werkplezier laat behouden, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dames en heren, het is zover. De winnaar van de Pastwerkprijs Sociaal Ondernemen 2013 is de Vintage Store. Interessant vond ik de laatste sessie hier waar het gaat over social return en inclusief organiseren. Waarbij we merken dat we mensen die hoger opgeleid zijn eigenlijk heel veel werkzaamheden laten doen die door andere mensen ook gedaan kunnen worden. Waardoor je mensen met hogere opleiding beter kan benutten en mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt weer een kans kan geven om zich weer op de arbeidsmarkt te begeven.